Dan neem je een moment om je comfortabel te voelen. Vanuit deze plek hier, misschien wil je nog draaien met je schouders, je enkels, je hoofd een beetje wiebelen op je romp, je heupen een beetje wiebelen op je stoel, voeten plat op de grond. Volg je adem, de weg die je adem naar binnen aflegt en de weg die je adem weer naar buiten toe aflegt. Intussen kun je je hand, één hand op je buik leggen, je hara, één hand op je hartgebied. En neem je ook echt de tijd om de adem zoals die nu is te volgen. Zonder dat je daar iets aan hoeft te veranderen. En plaats dan je tong tegen je verhemelte. En voel maar de adem onder je handen. En als je zover bent, ontspan je handen in je schoot. En het is heel mooi om hier je duim en wijsvinger met elkaar te verbinden. Aan de ene hand en je duim en wijsvinger aan de andere hand ook. En kies maar een plek waar jij je lichaam naar binnen in wilt reizen. Met je aandacht je lichaam in. Eenmaal binnengekomen in je lijf, kun je best nieuwsgierig zijn naar al je botten, je spieren en gewrichten. De bloedbanen en het hart dat het bloed rondpompt door je lijf. En de huid, jouw huid,
die zo je grenzen en de binnenwereld en buitenwereld van elkaar scheidt. Terwijl je toch verbonden blijft. Terwijl je een deel van het geheel uitmaakt. Zoals één cel in jouw lichaam. Een duidelijk omlijnde structuur heeft. En tegelijkertijd met andere cellen samen bijvoorbeeld een orgaan vormt. En als orgaan samen met andere organen en andere delen van jouw lichaam weer een eenheid vormt. Een onderdeel van de spijsvertering bijvoorbeeld. Zo is jouw hele lichaam ook één duidelijk omlijnd geheel, één duidelijke structuur. Die weer als één cel onderdeel uitmaakt van het grotere geheel. En zodanig als deze cel, als dit lijf, maak je verbinding met dat grotere geheel, met die eenheid via je adem. Wanneer jij inademt, adem je het universum in. En wanneer jij uitademt, ademt het universum jou in. En in dit besef kun je jezelf in alle mildheid omarmen. Dat jouw aanwezigheid zo waardevol is voor het functioneren van het geheel. Maak eens verbinding in gedachten met al die 50 triljoen cellen van je lichaam, van jouw lijf. En stel je voor dat al die 50 triljoen cellen een glimlach van dankbaarheid krijgen van jouw aanwezigheid. Dan merk je dat al die cellen, al die 50 triljoen cellen oplichten van blijdschap.
Jouw volgende ademhaling. Adem je tegelijk in al die 50 triljoen cellen en uit. En je ademt je eigenheid in. En al dat niet bij jou hoort, adem je uit. Zo geef je jezelf en de ander de ruimte om dat te zijn en te doen waarvoor je hier bent. Het kan een hele zachte, warme, hartverwarmende glimlach zijn. Adem uit en reis met je aandacht naar je voetzolen. Alwaar je verbinding kunt maken, kunt voelen met Moeder Aarde. De energie van Moeder Aarde met de nieuwsgierigheid betreden. Om dan te zien dat Moeder Aarde ook weer één cel is van een groter lichaam. En ook hier is om jou te voeden, jou te steunen en te dragen, jouw draagkracht te geven. En die mag je ontvangen, je mag jezelf toestemming geven. Dat je de voeding en de energie van Moeder Aarde en ook van de zon, Vader Zon, in alle puurheid mag ontvangen. Daar is geen voorwaarde aan gekoppeld. Geef jezelf en jouw lichaam maar toestemming om die energie van Moeder Aarde en ook van de zon, Vader Zon, door jouw lichaam heen te laten stromen. Om zo jouw ziel, jouw bezieling, jouw eigenheid, jouw authentieke zijn op te laten lichten, te laten gronden en te laten schijnen. En laat dan jouw zijn, jouw authentieke zijn, maar groter worden, groter dan jouw lichaam. Het is groter. Het is zoveel groter dan jouw fysieke lijf. Dus je hebt genoeg van je eigen aanwezigheid om je fysieke lichaam te vullen, aanwezig te zijn en tegelijkertijd nog de ruimte om je heen te vullen. Op zo'n manier dat
al het andere er ook nog kan zijn. Adem daar maar eens in en uit. En geef je lichaam dan nog even de tijd om nog iets dieper te ontspannen, zodat al dat in jouw systeem zit en dat je niet meer nodig hebt, weg kan smelten. Zeg maar gedag in gedachten. Dag, dank je wel dat je er was. Ik heb je niet meer nodig. Ik heb mijn taak volbracht met jouw aanwezigheid. Je mag nu door naar het volgende. Adem diep in door je neus en blaas uit door je mond. En ontspan je armen langs je lichaam. Schud je handen los, je polsen los. Je ellebogen een beetje buigen en los. Schouders ronddraaien. En je hoofd een klein beetje bewegen. Je ogen mag je nog gesloten houden. Je schouders bewegen nu ook je romp mee. Je bekken gaat mee bewegen. Je tilt je hielen een keer op en zet ze weer neer, zodat je je knieën buigt en je voeten beweegt. En dan til je je tenen op en weer neer. En draai je voeten maar los. Adem in, cirkel je armen zijwaarts omhoog. Maak je helemaal lang en gaap gerust. En adem uit, cirkel de armen weer terug. Voel je lijf. En breng je handen op elkaar, zachtjes wrijven. Leg ze maar over je ogen heen, de handpalmen. En open dan in je handpalmen je ogen. En stel je voor dat als je zo meteen je handpalmen weghaalt, dat je dan de wereld ontvangt via je ogen, een nieuwe wereld waarneemt. Met jouw volledige aanwezigheid in jouw volle licht. Adem uit en open rustig je handen van je ogen. En sluit af door met de inademing een grote cirkel te maken. Omhoog, sluit de tent ook. Handen boven je sluiten. En dan gaan ze naar je voorhoofd. En omlaag, maak een buiging. Buiging voor jezelf. En waar je nu bent.
Een dankbare buiging ook voor alles en iedereen die je al op je levenspad hebt ontmoet. En die weer voorbij zijn gegaan. En daarmee maak je de weg vrij nu voor je volgende stap op je levenspad. Open je handen en maak ruimte met dat openen van je handen voor jouw nieuwe pad, jouw volgende stap. Ontspan je handen. Adem in, cirkel ze nog één keer op. En we sluiten af met de laatste buiging. De buiging voor je vrije nieuwe pad dat nu voor jou uitligt. Arigato gozaimashita. Namaste. Dank je wel.